Algemeen directeur Dayasankar Mantura van het Slands Hospitaal is vol lof over de verbeteringen waar verpleegkundig directeur Suze Holband en haar team voor zorg dragen op de diverse afdelingen. De lofuitingen sprak hij vandaag uit bij de viering van 3 mei, de dag der verloskundigen. Vrouwen die zich bij de moeder- en kindzorg aanmelden, moeten zich zodanig betrokken voelen dat zij inspraak krijgen bij het aanbrengen van die verbeteringen binnen de zorg. Cliënten moeten na behandeling altijd tevreden naar huis, meent de directeur. Niet genoeg gynaecologen in het Slaans Hospitaal. Op de volume van de zorg schieten we tekort. Over de hele linie schieten we tekort. En ik kan u zeggen, ik kan met trots nu zeggen dat wij na lange tijd weer de ondersteuning hebben van het ministerie van Volksgezondheid voor dit ziekenhuis. Ik ben dinsdag nog bij de minister geweest en hij heeft gezegd dat 20% van de begroting van Volksgezondheid voor Slaans Hospitaal wordt bestemd, waar wij een jaar terug nul hadden op de begroting. Dat betekent dat wij middelen moeten gaan kanaliseren om deze zorg naar een hoger niveau te tillen. Mantura zegt dat verloskundigen heel schaars zijn, maar dat zij toch hulp bieden aan het diaconessenhuis. Laat geld geen drempel zijn voor uw toegang tot de zorg van het Slands Hospitaal, zegt Mantura stellig aan de cliënten. Daarvoor zijn wij er om u die hulp te bieden. Het is echt een kiezing van uw rechten. U moet uw zorg krijgen en ik heb gezegd aan de mensen, niet de werkvloer, maar de directie gaat erover. Dus laat u niet bij de wacht gevraagd zijn waar is uw kaart en de opnameadministratie en de financiële administratie. U moet gewoon geholpen kunnen worden. Het Slaans Hospitaal staat als topscorer wat betreft de bevallingen in Suriname. We hebben ruim 3000 bevallingen per jaar. En dat gaat via de handen van 30 vroedvrouwen. Dus je moet nagaan dat het gemiddeld 100 bevallingen zijn per vroedvrouw. Dayasankar Mantura, algemeen directeur van het Slands Hospitaal, vandaag tijdens de viering van de Dag der Verloskundigen.